Wij zijn Frauk en Tjitske en wij zijn de docenten van de cursus Het Belang van de Fysieke Leefomgeving in de Ouderenzorg, die wij gaan geven op 15 mei. We staan hier in een park, heerlijk in het zonnetje. Het is koud, bijna bij het vriespunt, maar heerlijk om te genieten van het licht. En dat is belangrijk. Mensen die met dementie die wonen in een woonzorglocatie komen vaak niet buiten. En dat is erg jammer. Want naast dat licht zo belangrijk is en die frisse neus, is het goed voor hun gemoedstoestand en is het stressverlagend. In onze cursus gaan we vertellen over het belang van licht. He, wat goed daglicht op een, voor een mens doet. En ook over het belang wat een zitje bij het raam kan hebben. Verder gaan we het hebben over het belang van goede zichtlijnen en oriëntatie van een gebouw. En over de invloed die kleuren en meubels kunnen hebben op de gemoedstoestand van mensen met dementie. Tijdens de cursus krijgen jullie allemaal tips en adviezen hoe je als ergotherapeut invloed kan hebben op de inrichting van woonzorglocaties voor mensen met dementie. Maar naast al die tips en adviezen hopen we natuurlijk ook dat ondanks die tips, maar misschien ook dankzij die tips, juist mensen met dementie, net als wij nu, lekker buiten kunnen komen en kunnen genieten van daglicht. Onze neuzen zijn inmiddels bijna bevroren, dus wij gaan weer naar binnen. Maar zien we je op 15 mei op onze cursus Belang van een Goede Leefomgeving voor Mensen met Dementie? Oké, tot ziens!